Breda Nu. Tijdens de feestdagen kon je de grote kerk op een extra bijzondere manier beleven met het lichtobject Mitosis. De Eindhovense kunstenaar Ricky van Broekhoven combineerde technologie en wetenschap in deze bijzondere installatie. Live begeleid door het orgel leverde dat een spectaculair kunstwerk op. Nou, het idee was van Betoverend Breda om iets te doen met lichtkunst in de grote kerk, in het hemelgat. Mm. En zodoende heb ik kennis gemaakt met Ricky van Broekhoven. En hebben we het een en ander in elkaar gezet. Het is eigenlijk een spel van licht en geluid. Met een snufje natuurkunde zou je kunnen zeggen. Snufje wetenschap, technologie. In een verhaal van licht en geluid. Het is betoverend. Nou ja, dat is leuk als het dat effect heeft. Dat is ook wat ik er wel mee hoop te bereiken. Om iets te laten zien, iets magisch of iets wat je niet helemaal kan plaatsen. Wat je boeit of waar je meer over te weten wil komen. Maar wat vooral ook gewoon heel mooi past in de omgeving. In dit geval de grote kerk. Ja, ik improviseer op wat ik zie. Dus het licht kunstwerk heeft een hele sterke pulserende werking. En dat probeer ik dan te vertalen in klank, kleuren letterlijk. Hij met zijn kleur van de lichtshow. En ik doe dat dan met klankkleuren van het orgel en het ritme natuurlijk. Het pulserende ritme van het orgel. Nou, we hebben natuurlijk wel wat uitgeprobeerd. En zoals u gehoord hebt, is er ook een soundscape die er overheen ligt. Dus daar moet je ook mee matchen. Dat een beetje bij elkaar in de buurt zit. En iedere keer verandert het een klein beetje. Een van de eerste prototypes is met de TU Eindhoven ontwikkeld. Met een paar slimme koppen. Een studententeam hebben wij het eerste prototype ontwikkeld. Die was nog zonder kleur en een heel stuk kleiner. Nou, dat is natuurlijk heel leuk. Het is heel vrij. Je kunt doen wat je wilt in principe. En binnen bepaalde afspraken. Maar dat is heel anders dan bijvoorbeeld een stuk spelen van Bach. Wat mijn held is op zich. Maar dan liggen alle noten vast en kun je daar zelf alleen nog maar de interpretatie aan toevoegen. Hier kan je echt alles zelf bedenken. Dat is leuk. De tijd van Bach waren alleen nog maar kaarsjes, hè? Ja, dat was ik. Nee, precies. Moest ook de organist bij kaarslicht spelen. Dat klopt, ja. Breda Nu.